Ik heb een splinternieuw Brawl Stars account. Of nou ja, ik heb 208 trofeeën. Maar ik heb wel 2000 edelstenen. En aangezien ik bijna nooit meer Brawl Stars speel, ik snap er helemaal niks meer van, begin ik gewoon overnieuw en ga ik alles kopen. En het eerste wat ik natuurlijk moet kopen is de Brawl Pass. Met Octo van SpongeBob. Ja, die wil ik hebben. Maar die moet ik natuurlijk wel verdienen door een potje te winnen. Dit zijn de knokkers die ik op dit moment heb vrijgespeeld op dit account. En ik ga met Frank spelen, want die is drempel 1. En daarmee kan ik dus makkelijk een potje winnen. Althans, dat hoop ik. Dus we gaan eerst even deze slaan. Even mappen. Kaboom. Dankjewel. Deze pakken we ook even mee. En ik weet gewoon 100% zeker dat ik dit potje ga winnen. En in mijn woordenboek is een top 3 natuurlijk een win. Want anders is het allemaal wel heel moeilijk. Oké, deze ga ik ook even pakken. Hoppakee. Jou ga ik killen. Dankjewel. Ik ben namelijk best wel noob in Brawl Stars. Dus als jullie mij wat tips kunnen geven, zou ik er heel erg blij mee zijn. Ik moet echt eventjes Brawl Stars leren. Misschien dat iemand zoals Torbert mij gewoon binnenkort even moet carryen. En boom! Die is dood. Of hij is niet dood. Ik ga bijna dood. Wacht. Ik ga jou killen. Auw. Auw, 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 auw. Terugtrekken, terugtrekken, terugtrekken. Kijk, het is al een viral showdown. Oh nee, hij heeft meer startups. Let op, let op. Boom. Nee, ik schiet gewoon mis. Dit is zo dom. En hij is dood. Ik heb gewonnen. Je bent eerste. Yeah. En oh, ik... Vind je Brawl Stars leuk? Niet nu. Ik heb een star drop. En wat gaan we krijgen? We krijgen iets... Oh, we krijgen iets wat echt heel erg slecht is. 50 munten. Wat heb ik nou weer aan 50 munten? Weg ermee. Weet je wat ik wil? Ik wil de Brawl Pass. Welke ga ik kopen? Weet je wat? Als jullie allemaal deze video even liken, dan ga ik natuurlijk gewoon de dure kopen. Dit kost me nog meer geld. Ik klik op kopen. Oh, je aankoop is voltooid. 12 euro de deur uit. Abonneer even op mijn kanaal, want dit kost me echt veel te veel geld allemaal. Brawl Pass Plus ontgrendeld. Oké, we gaan natuurlijk alles meteen even unlocken. Hier krijgen we Bling. Gebruik Bling om skins, reactiesprays en dingen te kopen. Kijk, hier ben ik dus blij mee, want ik ben een Brawl Stars noob, dus ik weet het niet. Oké, dankjewel voor de Bling. En we krijgen een sticker. Boeit niet, boeit niet. Kijk, dit is allemaal niet heel veel boeiends. Wij willen natuurlijk de Star Drops. En wat gaan we krijgen uit de Star Drop? Wel, we krijgen weer iets wat heel slecht is. Een XP-verdubbelaar. Oké, op zich heb ik wel XP nodig, dus ik ben er wel blij mee. Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon een miljoen euro. Maar ik wil ook gewoon iets legendarisch hebben. Oeh, super zeldzaam. Nee, wil ik niet. We krijgen krachtpunten. Op zich kan ik nu alles wel gebruiken, want het is vrijwel een nieuw account. En we krijgen weer super zeldzaam. Nog meer krachtpunten. Zeldzaam. Zeldzaam, zeldzaam. Oh, waarschijnlijk weer 50 muntjes. Het zou leuk zijn als ik gewoon meteen even iets... Oeh. Mythisch. Legendary? Nee. Wat is trouwens beter, mythisch of legendary? Laat het even weten in de reacties. En we krijgen... 200 krachtpunten. Oh. Geef mij wat leuk. Super zeldzaam. Nee. Oh. Kom op, legendarisch, legendarisch, super zeldzaam. Oh, een XP-verdubbelaar. Weet je, de rest, dat ga ik allemaal later wel even unlocken, want daar heb ik allemaal geen zin in. Wat kan ik nog meer kopen? Frank heeft er in ieder geval heel veel zin in. Er moet toch een manier zijn hoe ik aan een legendary knokker kan komen. Oh, Leon, die wil ik. 350 edelstenen. Daar heb ik wel een legendarische knokker op een nieuw account. Het is wel vet om te doen, maar het is zo duur. Hij is wel 50% korting. Oké, weet je wat? Ik ga mijn allersterkste knokker pakken. En dat is Shelly. Die ga ik vervolgens even upgraden met de krachtpunten die we hebben. Zo, nu ben ik weer super blut. We hebben ook nog eens een gadget. Welke gadget? Oh, daar moet ik voor betalen. Ik heb helemaal geen geld meer. Oh, weet je wat? We gaan gewoon lekker een potje spelen. Als ik hem win, koop ik Leon. Ik wil vandaag namelijk gewoon alles kopen. Oh, nee, ik moet meteen al uitkijken dat ik niet doodga. Oh, nee, ik wil die hebben. Au! Nee, ik moet rennen voor mijn leven. Kom op, kan ik jou nu killen? Jij bent dood. Doei. Oké, we moeten dit dus tactisch aanpakken. Kijk, jou kan ik bam van een afstandje. Nee, jij moet niet dichtbij komen. Als jij dichtbij komt, dan ga je mij killen. Hier, de kogels op je gezicht. En jij bent dood. Haha. Oké, dit is perfect. En dus zoals ik al zei, in mijn woordenboek is top 3 een win. Dus dat betekent dat er nog maar 2 mensen dood moeten. En zit hier iemand in de struikjes? Oké, hier zit helemaal niemand. En hier is iemand die heel weak is. Dankjewel. Kijk, kijk. Ik ga dit potje winnen. Deze 2 pak ik ook. En dan kill ik jou erbij. En het is een showdown. En nu ga ik hier gewoon even wachten. Even een lekkere dance battle doen. En ik heb gewonnen. Hoe heb ik nou weer gewonnen? Ik snap er helemaal niks van. Maar ik ben eerste. Let's go, Shelly. En dat betekent dat we even naar het sterrenpad gaan. Oh, dit is zo zonde van mijn geld. Maar ik ga het gewoon doen. Een legendary knokker. Kijk dan hoe vet dit is. Hier ben ik wel blij mee. Legendarische knokkers, 1 van de 11. Oh, ik moet er echt nog heel erg veel. Wat kan ik nog meer kopen? In de winkel heb je allemaal gratis dingen. Dat ga ik natuurlijk allemaal wel even unlocken.
Je hebt een paar skins, maar ik heb die knokkers nog niet. Oh, geel knok. Ik kan een knokker kopen. Die is ook wel leuk om te kopen. Eerst even 15 gratis muntjes claimen. Verder heb je hier allemaal skins. Die hoef ik niet. Ik wil die nieuwe knokker hebben. Dus als ik mijn allereerste potje met een legendarische knokker win... Die ik natuurlijk wel even ga upgraden. Zo, anders is hij wel heel erg slecht. Dankjewel. En nu is al mijn geld weer op. Maar dan ga ik de volgende knokker ook unlocken. Want ik moet duidelijk wel zo snel mogelijk, zoveel mogelijk trofeeën op dit account verzamelen. Anders ben ik echt de grootste Brawl Stars noob van iedereen. Ga ik het eerste potje met Leon winnen? Ik denk het wel. Komt helemaal goed. Eerst even die tonnen kapot schieten. Bup, 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 bup. Dankjewel. En hallo, is hier iemand die een paar kogels wilt krijgen voor mij? Misschien daarin. Nee, oké, daar zit helemaal niemand. Oh, kijk, deze kan ik even mooi meenemen. Dan kill ik jou erbij. Kijk, en, nee. El Primo. Hé, hey, El Primo, even rustig aandoen. En niet mee aanvallen, is niet de bedoeling. Je weet dat ik sterker ben. Oh, ik moet afstand bewaren. Eventjes dit doen. Ik weet niet wat dat doet. Ik ben onzichtbaar. Het is een tijdje geleden dat ik het heb gespeeld. Ik moest misschien even kijken wat Leon ook weer allemaal kon. Oké, hier... Oeh, nee. Hier valt nog wel wat winst te behalen. Kijk, er zijn nog een paar knokkers over. Oh nee, die El Primo. Oeh, die El Primo wordt sterk. Die El Primo wordt veel te sterk. Dat is niet de bedoeling. Oké, ik ga gewoon dit doen. Dan ben ik onzichtbaar. En dan ga ik hem aanvallen. Hallo, grote vriend. Grote vriend, kom eens hier. Jij bent dood. Oh, en het is een showdown. Ik tegen El Primo. Wie gaat er winnen? Even een dance battle. De dance battle heeft ervoor gezorgd dat ik heb gewonnen. Let's go. En dat betekent nieuwe knokker voor mij. Hoppa. Gil hebben we er ook bij. En dit is een nieuwe knokker. Een moe of mo of moe. Ik weet het niet. Het lijkt op een muis. Deze wil ik ook hebben. Nou, er zit er natuurlijk nog maar één ding op. We pakken de nieuwe knokker Gil erbij. Wat Gil kan, dat weet ik niet meer. Is weer een tijdje geleden. Maar jullie kennen de regel. Winnen is iets nieuws kopen. Dus we gaan beginnen. Oké, eens even kijken. Wat doe je ook weer? Volgens mij schiet jij sneeuwballen. Oeh, hier staan heel veel kistjes. Heel veel krachtpunten. Die wil ik even hebben. Dankjewel. En jou ga ik gewoon meteen killen. Jouw pinguïn hoofd. Zo, dankjewel. Die is dood. Die pakken we er ook bij. En ik ben meteen sterk. Oké, hier is iemand. Ik word gesandwiched. Dat is niet de bedoeling. Nee, ik heb een special gebruikt. Dat was heel dom. Hierachter zit iemand. Kijk. Oh nee, is dit een spike? Nee, dit is geen spike. Jij lijkt op spike, maar dat komt doordat je groen bent. Ga jij eens even dood? Ga jij eens even dood? Dankjewel. En ik zit in de top 4. En jullie weten het, in mijn woordenboek is het top 3 win. Dus ik hoef toch maar één iemand te killen. En dan heb ik gewonnen. Oeh, deze gaan we nog even meepakken. Zo, pakken we deze nog even mee. Kijk. Au, dat doet pijn. En we zitten in de top 3. Dat betekent dat we hebben gewonnen. En de vorige keer, toen ik ging dansen, toen wonnen we dus. Even dansen. Oh, het dansen werkt. Ik weet niet waarom het dansen werkt. Maar die laatste persoon gaan we niet killen door middel van een dansje. Die gaan we killen door middel van mijn sneeuwballen. Alleen, waar is die persoon? Oh. Mensen zijn zo noob als je weinig trofeeën hebt. Oh, wat is dit leuke nieuwe account. Alles is makkelijk te winnen. En we krijgen een star drop. Oké. Episch, mythisch. Oké, geen legendary. En we krijgen... Oh, 200 krachtpunten, dat wil ik niet. Weet je, we gaan de nieuwe knokker kopen. Dit kost me weer heel veel muntjes, maar wel weer de nieuwe knokker. Hoppa. En deze gaan we natuurlijk ook weer even testen. Wat heeft hij nou weer voor grote auto? Oké, als ik dit potje win, dan moet ik nog wat unlocken. En dan kan ik nog een knokker unlocken. En dan vind ik dat op zich best wel een goed begin voor de eerste video op een nieuw account. Let's go. Oké, en wat kan Mo? Of ga ik hem Moe noemen? Ik weet het niet. Wat een kleine smurf dit eigenlijk is. Vind ik het een goede knokker? Ik weet het niet. Ik ga gewoon van dichtbij mensen slaan en ik zie wel wat er gebeurt. Ga dood, dankjewel. Oké, dus misschien niet heel slim, want de range van Mo is best wel ver. Dus misschien moet ik van ver af mensen gewoon schieten. Ik denk dat dat ook een stuk slimmer is om te doen. Eerst weer even wat kracht verzamelen, dankjewel. En ik wil eigenlijk de special even testen, dus ik ga die kracht niet eens meer pakken. Ik moet even wat mensen raken, want iedereen gaat automatisch dood als je geen sterren hebt. Of geen sterren, geen trofeeën bedoel ik. Dus jou killen we er even bij. En dan nu die special. Krijg ik dan dat grote ding? We gaan het proberen. Kijk. Hier loopt iemand. En kan ik dan vanaf hier gewoon... Oh, wow, wat gebeurt er? Oh, wow. Het werkt zeker. Ik weet niet wat gebeurt er allemaal? Nu ben ik hem weer kwijt. Ik had net zo'n coole auto. Nu ben ik die auto weer kwijt. En nu ben ik een of andere kleine muis. Oké, kan ik daar iemand vinden? Nee, is er daar iemand? Nee, er is nog één iemand over. Oké, jullie weten het, hè? Even lekker dansen. Even lekker dansen. En heb ik gewonnen? Oké, het werkt niet. Zit er dan iemand hier? Nee. Waar, oh waar, zit die persoon verstopt? Je kan je wel verstoppen, maar deze boze muis gaat je vinden. Zit hier iemand? Nee. Wat is dit nou weer?
Oh, nou, de boosdoener is gevonden. De stiekem verstoppen, hè? Dat is niet de bedoeling. Hehe. En weer een potje gewonnen. En wat ik dus nu kan doen, wat ik helemaal was vergeten, als ik deze even unlock, zo. En ik unlock deze nog even erbij, dan kan ik ook nog eens El Primo unlocken. En dan hebben we weer een knokker erbij. En ik kan zelfs nog een knokker kiezen. En natuurlijk gaan we voor Jesse, want dat is mijn naam. Al schrijf je mijn naam natuurlijk op een andere manier, maar je zegt dat hetzelfde. En oh, die moet ik eerst nog vrij spelen. Dat wist ik niet. Ik dacht dat ik hem meteen kreeg. Dat is niet zo. En ik kan hem meteen vrij spelen. Weet je wat? We gaan dat gewoon meteen doen. Waarom niet? Want dan heb ik namelijk in één video, ik ben de tel kwijt. Ik kan het je goed tellen, maar heel veel knokkers erbij. En welke wil ik hierna ontgrendelen? Ik ga voor B. Vind ik leuk. En kijk dan hoeveel knokkers ik in één video erbij heb gekregen. Maar dit was de video. Klik even hier op je om een andere video te zien. En dan wil je zeker niet missen, want ze gaan weg in 3, 2, 1...